Dankbaar zijn we als bestuur dat we al die jaren gebruik mochten maken van jouw kwaliteiten, kennis en kunde. Ik spreek nu namens onze afdeling, we zullen je missen. Belangrijk onderdeel was het werven van leden. Het ging daarbij niet alleen om het werven als zodanig, maar voor jou was het vooral belangrijk dat mensen in de gaten hadden dat ze door leeftijd tot bepaalde problemen kunnen en konden komen. En jij was dan degene die ging vertellen wat voor mogelijkheden dat KBO voor die mensen had. Ja, dan komt het, iedereen herkent dat, maandelijks je belangrijke bijdrage aan ons informatiebulletin, waarin je op humoristische wijze je ervaring uit het verleden met ons deelde. Daarnaast zorgde je voor de PR. Publicaties moesten taalkundig foto's zijn. Ja. Dat is opgevallen. Ja. Namens onze afdeling en de leden, nogmaals bedankt voor je inbreng en voor alles wat je voor de afdeling gedaan hebt en hebt betekend. Tot slot, en dan komt je te lang. Ook de gemeenschap Kuik wil je bedanken voor je bijdrage aan het welzijn van deze gemeenschap. Als kers op de taart, en dat bedoel ik niet letterlijk, maar figuurlijk. Ja. Wethouder Joost Hendricks, die zal aanwezig zijn om een en ander duidelijk te maken. Ja, ik word niet zo vaak aangekondigd als kers op de taart. Ik heb hem eigenlijk net al voorbij horen komen. Ja, en dan is het nog maar een samenvatting. Maar toch maar eventjes vanaf het begin. Van harte bedankt voor de uitnodiging, zeg ik tegen KBO. Ja, en het is wel bijzonder en fijn om weer een keer ergens naartoe te kunnen. Dat zult u misschien ook zo ervaren. Want we hebben natuurlijk een periode van, laten we zeggen, sociale onthouding achter de rug. En voor organisaties als de KBO is dat ook buitengewoon ingewikkeld. Nou, hoef ik u niet uit te leggen hoe belangrijk de functie van ontmoeten is, want als ik naar uw staat van dienst kijk, dan weet u als geen ander hoe belangrijk dat is. De verschillende KBO-afdelingen, we hebben het net eigenlijk al voorbij horen komen, maar die ontmoeting, die heeft altijd centraal gestaan, ook in uw werk, van, voor de KBO, voor de doelgroep. De activiteiten die uiteraard worden georganiseerd, maar ook, en dat kwam net in het verhaal van Leo volgens mij, want ik stond stiekem mee te luisteren, ook wel, boven water, de belangen die u vertegenwoordigt van de seniorendoelgroep, omdat u alle te maken krijgt met andere en nieuwe vragen die in het voortschrijden van de leeftijd op het pad komen en ook de uitdagingen met zich meebrengen soms. En daar heeft u zich enorm voor ingezet. En we kunnen denk ik niet genoeg benadrukken met een steeds groter wordende groep senioren in onze samenleving, dat niet per se een probleem is, maar ook een hele mooie waarde vertegenwoordigt, maar dat ook wel extra aandacht vertegenwoordigt. En daar bent u al ontzettend lang mee bezig. 22 jaar, met hart en ziel hebben wij meegekregen van de mensen om u heen. En dat heeft u gedaan na uw carrière bij Koninklijke Marechaussee in de Gelderlander, als ik goed ben geïnformeerd. Ook een mooie periode om op terug te kijken, ja, denk ik. Ja. En daarom, meneer Van Gils, is het zo dat met inachtneming wat de heer Van der Boogaard net heeft gezegd, maar uw 22 jaar volledige inzet, waar die gekenmerkt wordt, zoals ik het heb begrepen, door vooral iedere keer een stap extra zetten en niet alleen maar de taken uitvoeren zoals ze op papier staan, maar juist ook het belang van de mensen achter al die taken te zien, dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kuik heeft besloten
om de vrijwilligerspenning aan u toe te kennen. Dat ga ik nu bij deze doen. En wat natuurlijk leuk is, hij wordt steeds zeldzamer, want we bestaan nog maar een aantal jaar. Dus u kunt zeggen, ik was een van de laatste die de vrijwilligerspenning van de gemeente Kuik heeft ontvangen. Ik wil u er alvast hartelijk mee feliciteren en dan gaan we u nu overhandigen. Aan uw wederhalen. Ja. Dat is toch een beetje verdelen. Maar moet ik zijn, u bent het helemaal. Mag ik hem maar nu geven? Ik ben het, ja. Ja, want zonder de steun en toegelaat van de wederhalen zijn dit soort dingen natuurlijk ook allemaal niet mogelijk. En dat is niet te onderschatten. En namens de gemeente en ook de gemeenschap wil ik u nogmaals heel hartelijk bedanken. U ook hartelijk bedankt. Ja. Wilt u de bloemen iets lager houden? Lukt dat? Zak. Ja, dankjewel. Ik ben blij. Ik bedank iedereen dus dat ze vertrouwen in mij gesteld hebben als ik bij de mensen aan de deur kwam. En in het begin in eerste instantie dus helemaal niet wilde er bij de KVO komen. Dat ze dan toch op een gegeven moment overhaalde. Dat ze achteraf dan toch tegen me zeiden, ik ben blij dat ik bij de KVO gekomen ben. Ik heb al gezegd, ook de 20 jaar, dan wil ik er nog wel bij blijven. Maar het laatste aanzet, die is geweest eigenlijk, om toch weg te gaan. En dat was een beetje een tragische dus gedeelte. Toen onze secretaris overleed en toen heb ik toch gezegd tegen mevrouw, nu houdt het helemaal niet op. Dus, daarom heb ik dus besloten toen in april om te zeggen van, ik hou het jammer. Maar nogmaals bedankt iedereen voor het vertrouwen dat ze mij gehad hebben. En degene die dit voor mij georganiseerd hebben, wie het is, weet ik precies niet. Maar heel hard bedankt daarvoor en ik stel het zeer erg op. Ook namens ook de gemeente. Dank u wel.